Waarom ik van mijn eigen boek hou, Groter dan de lucht, erger dan de zon, is dat het, omdat het gaat over een jongetje dat stemmen hoort. En hij denkt op een gegeven moment dat die stemmen voor hem bedoeld zijn en hij gaat ze ook gehoorzamen. En ik denk dat dit iets is wat iedereen kan overkomen, wat veel kinderen hebben. En hij heeft het er moeilijk mee. Hij gaat dus langzaamaan steeds vreemdere dingen doen, dit jongetje. Hij krijgt allerlei conflicten in de klas. En juist het jongetje dat er een beetje buiten valt, of het meisje dat er een beetje buiten valt, juist de outsider, die rol die wil ik graag laten zien. Want ik vind dat het in de maatschappij moet blijven gaan om mensen die er niet bij horen. Om mensen die uitzonderlijk zijn, die origineel zijn, die creatief zijn. Die iets bijzonders hebben. Ik vind dat je erg moet meedoen in deze maatschappij. Met alle social media en met kleren en met alles wat je maar kunt opnoemen. Ik heb dat zelf ook nooit vroeger gedaan. Maar ik vind het dus heel belangrijk dat in dit geval van mijn boek, dat het kind benoemd wordt dat niets meedoet. En dat er een beetje buiten valt. Maar dat toch heel bijzonder en heel waardevol en heel eigen is.